Hoi allemaal, Daisy hier. In deze video gaan we aan de slag met de derde interactieve mal die uit is gekomen van Studio Light. En dat is het rotation wheel. Dus oftewel een wieltje waar je aan kunt draaien waar verschillende boodschappen naar voren komen. Dit is de stans en die heeft als nummertje SLESCD806. En dit is de stempelset van de rotation wheel. Dus daar heb je meteen allemaal leuke cirkels, al wat toffe teksten in staan. Hartjes, vlindertjes en toffe grote teksten en een leuke pleister. En dan kun je dus allemaal combineren weer in en met deze stempels en stans. Het nummertje van de stempel is SLES Stamp 633. Nou, het leuke is, als je deze stans aanschaft, zul je ook aan de binnenkant, dus zeg maar een boekwerk, bij mij zit het niet, want ik heb een sampletje, heb je een beschrijving zitten van deze toffe mal. Dus dat is wel erg leuk. Maar weet je het nou niet meer, dan kun je natuurlijk altijd deze video nog eventjes terugkijken. Hiermee gaan we dus iets leuks doen. Ik heb hier al één voorbeeldje. Die hebben jullie waarschijnlijk in de catalogus van Studio Light ook zien staan. Dat is deze kaart. En dat is eigenlijk een beterschapskaartje geworden. Zie je ook, I hope you feel better soon. Ik heb hier ook die leuke pleisters gebruikt die in dit setje zitten. En de tekst om beterschap te wensen. Nou, hier zit zo'n tandwieltje. Die kun je dus draaien. En dan zie je dus die toffe teksten verdraaien. Dus er komt al steeds een andere boodschap. Dus dat is wel erg leuk. En dit is eigenlijk een heel klein formaatje, maar die kun je natuurlijk ook op een grotere kaart werken. Dus dat is ook heel erg leuk. In deze video ga ik jullie echt gewoon laten zien hoe deze mal werkt. En ik ga een hele toffe variatie proberen te maken met jullie, maar ik denk dat dat helemaal goed komt. Dus ik zou zeggen, kijk lekker mee. Hier op dit kaartje zie je ook dat ik hier zo'n medicijnpotje met een pilletje heb gebruikt. Die komt uit deze stempelset. Die heet Sterkte. En daar zitten Nederlandse teksten op. Dus daar zit dus ook dat kleine medicijnpotje. Die heeft als nummertje SLES Stamp 640. Er zitten allemaal leuke beterschap tekstjes op. Heel erg leuk. Oké, dus dit gaan we eigenlijk doen. Ik heb hier drie verschillende setjes klaar liggen. Want ik wil eigenlijk drie verschillende variaties gaan maken in deze video. Dus ik zou zeggen, kijk gewoon lekker mee. En ik hoop dat je het leuk vond. Vooral een duimpje even geven op de video. En een reactie vind ik ook altijd leuk. Mocht je het leuk vinden, kun je natuurlijk altijd als je de creatie deelt ook even de link erbij zetten naar deze video. Dan kan iedereen hem ook terugvinden. En dan kan het kanaal lekker groeien, want we gaan op naar de 3000 abonnees. Yay! En ik ben dus al hard aan het bedenken wat ik daarvoor voor leuks ga doen. Mochten jullie een leuk ideetje hebben, schrijf het ook onder deze video. Dan neem ik het mee in mijn gedachten, zeg maar. even kijken. Oh ja, en ik vind het natuurlijk ook hartstikke leuk mocht je iets posten wat je aan de hand van mijn video's hebt gemaakt. Tag me even, want ik vind het super leuk om te zien wat voor moois jullie ervan maken. Dus kijk lekker mee, dan gaan we lekker van start. Nou, allereerst ga ik met dit zakje beginnen hier. En dat betekent eigenlijk dat we één boogje gaan maken met een tekstje erin. Hier heb ik op dit voorbeeldje de grote boog gepakt en we gaan nu voor een klein boogje. Want je hebt namelijk een variatie in keuze daarin. Nou, dit is de boog die ik zojuist heb laten zien hè, op mijn voorbeeldkaartje. Daar heb je een grote en een kleine in. En dan heb je hier ook nog een grote en een kleine boog. Dus dat is wel heel erg leuk. Dan kun je dus ook afwisselen. Of je wil een hele ronde boog. Deze is iets minder rond en iets minder ver. Dus dat kun je zelf kiezen. En ik denk dat ik deze keer voor deze hier ga. Vind ik wel erg leuk om die te gebruiken. In plaats van die weer. Dus ik wil eventjes gewoon lekker laten zien hoe dat je ook deze kunt gebruiken. Maar ik zal ook zeker deze uitleggen. Nou, ondertussen laat ik natuurlijk precies zien welke stans en welke stempel ik waarvoor gebruik. Dus dat is wel makkelijk, denk ik. Ik ga even mijn onderdeeltje uit mijn zakje halen. Kijk, nou, dat kunnen we wel even van tevoren wat even klaarleggen. Dat scheelt zo meteen in deze video nu dus een hele hoop werk. Nou, wat we gaan doen. Even die onderdeeltjes allemaal aan de kant leggen. En dan gaan we het één voor één samen even doornemen. Deze onderdeeltjes heb ik klaar liggen. Nou, als je begint met de mal, heb je hier eerst een stukje, een dubbele mal, zeg maar, die je kunt stansen. De buitenrand zal die stansen en dit streepje in de midden, dat wordt een vouwlijn.
dus heel eenvoudig, wordt gewoon een vouwlijn. Die kun je dus netjes vouwen zo. En dan heb je eigenlijk een dubbel kaartje. Super handig ook dat dat er meteen in zit. Zo. Dan heb je een klein vierkantje met een stiksteekje. Die zie je hier zo. Als je die gewoon uitstanst, krijg je dus gewoon een vierkantje met een stiksteekje zoals je hier ziet. En die kan zo meteen hier opgeplakt worden. Nou, ik heb dat designpapiertje heb ik uit dit paperpadje gehaald. Ik laat het even aan jullie zien. Dus het designpapiertje komt uit deze hier. En die heet Sending You Love. Dit is een paperpadje, een vierkante, die 20,3 bij 20,3 is. En hij is echt superleuk. Hij heeft als nummertje SLES PPP 153. En ik hoop dat jullie het kunnen zien. Er zitten allemaal leuke kleine patroontjes in. Nou, in een andere video hier op mijn YouTube kanaal blader ik hem ook lekker door. Ga ik nu niet doen, want dan kom ik helemaal niet toe aan al die drie kleine mini kaartjes die ik nu ga maken. Het basispapiertje wat ik hierbij heb gecombineerd, die komt uit dit blokje Shades of Green. Het zijn allemaal toffe groene kleurtjes. Hier gaat hij een beetje richting het groen-blauwige kleur ook. Dus super mooi. En dit heeft als nummertje SLES UPP 156. Dus dat zijn de paperpadjes die ik hiervoor gebruikt heb. Ik ga even mijn vloeibare lijm erbij pakken. Want ik kan dat vierkantje natuurlijk meteen eventjes op mijn basis gaan plakken. En ik vind dat ook het fijnste om dat meteen alvast te doen. Even toppen op mijn lijm. Kijk, en dan plakken we deze zo netjes erop. Dat er aan alle kanten evenwijdig een randje zit, zeg maar. Zo. Goed, dan zit er hier in die standset, zit hier boven een standje om een hapje eigenlijk uit je papier te maken. Dit zo. Hierboven stanst hij hem ook nog, zeg maar. Maar dat is eigenlijk niet nodig, hè, want hier zit al een rand aan. Dus wat ik doe, ik leg hem hierboven eigenlijk gewoon plat neer. En dan schuif ik hem zo een beetje naar beneden. En dat opstaande randje, wat hij eigenlijk ook kan stansen, dat voelt dan mijn papier. En dan denk ik, oké, nou, ik heb dat al netjes uitgestand. Dus als hij daar tegenaan ligt, dat voel je, hè, dat opstaande randje, dat tegen je papier aangaat. Dan plak ik hem even vast. En zorg dan dat deze in het midden ligt. Dus dat hij aan allebei de kanten even ver uitsteekt. En dan gaan we dit even stansen. En dat doe ik door beide laagjes heen. Dus ik laat hem dubbel gevouwen zitten. Ik stans hem eventjes door. Zo. Kijk, dan kan hij eraf. En dan heb je dus het hapje uit beide papiertjes op dezelfde plek. Dan vouw ik hem meteen even open, want voor het volgende wat ik ga stansen moet hij niet dubbel zitten. Dus zorg dat je hem weer open vouwt. En dan gaan we dus dat boogje, zeg maar, eruit stansen. Dus dat boogje. Kijk, als je voor dat boogje gaat wat ik net in mijn voorbeeldje had. Deze is het makkelijkst om af te meten, want hier zitten die hoekjes, zeg maar, aan. Dan leg je die erop en dan zorg je dat je wel iets onder je hapje zit. En dat die randjes ongeveer even ver van je standje af zitten, van je designpapier. En dan kun je hem vastzetten en stansen. Nou, ik ga nu voor die andere. Dus het is wel handig om eventjes te zien, zeg maar, zo hoe ver die ongeveer van dat hapje af komt te zitten. En dan pak ik dus deze hier. Dus zelf een klein beetje kijken hoe die ongeveer komt. Niet te dicht op mijn hapje. En hier ongeveer in het midden. Ga ik hem eventjes erop vastzetten. En dan ga ik hem stansen. Dus zorg dat je dubbele papiertje hier opengevouwen ligt. Want dat hapje, dat wil ik natuurlijk niet ook uit de achterkant stansen. Wat ik dan ook nog moet, naast dit cirkeltje wat ik hier heb, is deze. Dit is eigenlijk een ronding en er zit een mini cirkeltje in. Nou, ik moet natuurlijk hier een gaatje hebben. Dus dat is wel handig. Ik doe dit heel even met zo. En dit wil ik ongeveer in het midden van mijn papiertje. Dus dat is een beetje gokken voor mij. Je kunt het ook helemaal meten als je dat wil. Ik ben daar zelf niet zo van.
Dus vandaar dat ik het gewoon op deze manier doe. En ongeveer kijk naar het midden van mijn kaartjes. Dus het gehele kaartje komt dit cirkeltje in het midden. Mocht je dit dus niet prettig vinden, kun je het dus altijd even uitmeten. Nou, dit ga ik stansen in zijn geheel. Dan komt hij al aan. Dan kunnen we dit alweer afhalen. En dan zul je zien. Deze doe ik heel even weer terug op mijn stansetje. Dan raak ik de onderdelen ook niet kwijt. Dus dat is wel prettig. Deze even hier doen. Zo. Kijk, dan kun je dat dus zo uithalen. En dan zit hier nog een klein cirkeltje. Ik duw dat gewoon even met mijn schaartje zo eruit. Mini puntje, zeg maar. Zien jullie? Dus daar zit het puntje en dan zit dat hapje eruit. Nou, dit lijkt niet helemaal recht van elkaar te zitten, maar dat komt zo meteen helemaal goed. Wat je dan nodig hebt, je gaat dat wiel, zeg maar, hè, met die tandwieltjes ga je stansen. Die zit hier, zeg maar, buitenom. Dus die stans je uit een kleurtje papier. En ik zei het al, ik ga de... Oh, ik heb de grote gepakt. Ha, grapje, gefopt. Dan moet ik hem even stansen. Ik wou eigenlijk de kleine doen. Maar ja, nu heb ik dus de grote gepakt. Dus ik moet eventjes die grote cirkel nog even een keer stansen uit mijn kleurtje papier wat ik gebruikt heb. Ha, zit ik mezelf hier even weer te foppen. We gaan door met de bloopers, toch? Dan moet ik dus de grote stansen. Nou, eigenlijk werkt het hetzelfde hoor. Of je nou de grote of de kleine gebruikt, maakt eigenlijk niet zo heel veel verschil. Alleen heb je daar andere tekstjes in. Dus je kunt bijvoorbeeld ook alleen de kleine doen, alleen de grote doen. Net wat je wil. Ik dacht, nou, die andere voorbeeldje had ik de grote gaan, doe ik nu de kleine. Maar ja, dan moet ik wel het goede boogje pakken natuurlijk. Hè? Dus nu gaan we even de grote cirkel stansen. We houden de bloopers erin. Oh, ik heb trouwens echt iets heel leuks gedaan. Dat ga ik jullie binnenkort even laten zien via mijn Instagram. Ik denk heel begin van de week dat ik dat ga laten zien. En ja, dat wordt wel heel erg leuk, denk ik. Nou, dat wiel dat komt dus... ik ga die kleine dus aan de kant leggen. Die is voor een ander kaartje. En ik ga dus voor dat grote wiel nu... dan is het handig als je gaat kiezen welke stempel je wilt gebruiken. Je kunt kiezen bij die grote tussen deze een beetje in de beterschaps teksten. Dus thinking of you, sending you love, get well soon. Of je kunt een beetje verjaardags. Dus dat is happy birthday, treat yourself, hello, make a wish. En wat er ook nog mogelijk is, is om de vlindertjes te pakken bij de grote. En de hartjes bij de kleine. En dan kun je hem dus zeg maar twee keer stempelen. Dus aan de bovenkant en aan de onderkant één keertje. Dus dat is ook nog een mogelijkheid. Ik denk dat ik voor Happy Birthday ga. Happy Birthday kaartjes vind ik toch altijd het leukste. Alhoewel ik eigenlijk ook heel graag eventjes een kaartje stuur om iemand een hart onder de riem te steken. Wat handig is, deze past dus precies hierop. Je kunt ook eerst stempelen en dan stansen. Nou, ik ben echt zo'n flappie die dat steeds vergeet om dat op die manier te doen. Dus wat ik nou had gedaan, ik pak even mijn stempelhulpje erbij. Deze hier. En dan leg ik die cirkel, die grote, leg ik hierin. Leg ik mijn stempeltje daarbovenop. Even kijken. Dat hij een beetje in het midden ligt. Een beetje recht ligt. Soms een beetje moeilijk te zien hier vanuit die ding boven mijn hoofd. Maar ik denk dat hij zo wel kan. Duw ik hem heel even een beetje aan. En nou zie je dat hij eraf viel. Dat hij heel even bleef hangen en dan eraf viel. Dus ik ga even kijken of ik hem een beetje... Dus eigenlijk is het, heel eerlijk gezegd, makkelijker om eerst te stempelen en dan te stansen. Maar ja, als je zo iemand bent net als ik en in zoveel dingen tegelijk wil doen, dan vergeet je dat. En dan kun je het dus op deze manier doen. Ik heb hier de zwarte inkt van Studio Light gepakt. En daarmee gaan we ons afdrukje maken. Dus dit is de permanent inkpad. En daarmee gaan we die afdruk dus op de cirkel maken. Dus ik duw hem even aan. Ja, kijk. Oh, hij zit perfect. Kijk hoe netjes en mooi.
Die inkt van Studio Lights maakt ook hele mooie scherpe afdrukken. Dus dat is ook super fijn. Ik moet even een doekje pakken om mijn stempel weer schoon te maken. Zo. En dan gaan we deze weer hieronder vastzetten. Eventjes weer op mijn stempelsetje. Oké, dit hebben we gedaan. Dan gaat deze cirkel, die gaat dadelijk op mijn, op mijn wieltje geplakt worden. Voor ik dat ga doen, wil ik ook eerst dat hier een gaatje in komt. Nou, wat ik eigenlijk het makkelijkste vind, om deze eventjes hierin te leggen. Zo. En dan zet je daar een puntje neer. Dus ik pak even een pen of zo. En dan zet ik een puntje neer waar ik het midden heb gemaakt van mijn kaartje. Dus dan zit dat hier ook in mijn wiel, zeg maar. Dan hebben we bij onze standset, dat heb ik net ook laten zien, hè. Daar zit die cirkel in met dat gaatje. Dan is het handig als je die dus hier overheen legt. Nou, dan zie je dat gaatje, of dat puntje, zie je precies hier doorheen. Nou, zie je wel dat die klein beetje schevig zit. Nou, ik zit te twijfelen, want ik denk dat ik dat niet ga doen. Ik denk dat ik hem gewoon een beetje zo ga doen. Want dan zit hij meer recht. En denk dat ik dan mooier, een mooier effectje ga krijgen. Dus ik ga hem gewoon zo wel in het midden plakken. En dan haal ik hem even ook door mijn stansmachientje weer heen. En dan heb ik dus een gaatje hier gemaakt weer. Zo. Dan hebben we, en dat vind ik echt geniaal bedacht, serieus. Er zit hier een splitpen eigenlijk, wat je van papier kunt maken. Dat is deze stans. En die stans eigenlijk als het ware, twee pinnetjes, zeg maar. Die kun je omhoog vouwen. Het is wel echt pieterpeuterig, dat moet ik wel bekennen. Mocht je dit dus niet prettig vinden, kun je ook gewoon een splitpennetje. Maar ik vind het zo fijn dat het gewoon bij je mal zit. Kijk, ik zet dat dan zo omhoog. En dan gaan we dat hier doorheen prutsen aan de achterkant. Oh wacht, deze cirkel kan ik wel even vast opplakken. Dan heb ik alweer één minder los onderdeeltje, zeg maar. Zo. En die plakken we dan dat er overal ongeveer hetzelfde randje langs de randen zit van, van dat wiel, zeg maar. Zo. Hopskee. En deze ga ik dus vanuit de achterkant naar voren erdoor halen. En mocht je dat lastiger vinden om dat voor elkaar te krijgen, dan pak ik vaak even een een pincetje erbij. Dus dan leg ik hem hier voor dat gaatje neer. Oh, nou heb ik hem alweer verschoven. En dan pak ik hem vanuit de binnenkant hier zo op. Dus dat is even een beetje prutsen. En papier is natuurlijk wel anders dan zo'n echt pinnetje van een splitpennetje. Het is nog iedere keer gelukt als ik hem maakte. En ik heb er al een aantal gemaakt. Zo. Kijk, dan prut je dit al hier zo dat doorheen. Zo. Dus dan zit hier dat pinnetje. En dan heb ik hem hier zo dat doorheen gedaan. Dan gaan we hem ook weer hier doorheen halen. En wat ik zelf makkelijk vind, want deze die komt hier dan ook. Dus dat je hem allemaal tegelijk er doorheen haalt. Dus dit pinnetje door allebei die gaatjes zo. Want anders moet je echt nog meer prutsen. Even kijken hoor. Dus die pinnetjes even bij elkaar. Even kijken. Ja. Dat zitten ze. En ik wou dus in één keer. Maar ik denk dat het in twee keer wordt. Want hier gaat hij dan nog doorheen. Nou, voor de volgende ga ik gewoon eventjes een gewoon splitpennetje gebruiken. Maar
ik wilde dus laten zien dat het ook gewoon met het papier kan, zeg maar. Even kijken, waar is die hier? Nou zit die er, ach, eentje wel en eentje niet. Kan natuurlijk ook weer niet, hè? Ik wil ze allebei erdoor. Nou. Ik denk dat ik het gewoon zo doe. Ga ik hem hier? Nee, dat gaat ook niet. Ha! Ik dacht, ik doe die punt van mijn pincetje. Die druk ik erdoor. En dan, dan lukt dat wel. Maar dat ging ook niet. Dus dit is best wel een beetje geprutst. Maar het werkt dus wel. Want ik heb dat dus bij mijn andere versies ook allemaal gedaan. Alleen het is een beetje een vervelend werkje om zo op een video te doen. Omdat je dan net niet goed dat kunt zien ook. Nou, ik denk dat ik ze te pakken heb. Nee, weer eentje. Nou, ik ga hier in die video eventjes daar niet mee verder prutsen. Nou, je kunt dus dit gewoon erdoor halen, normaliter. Maar dus als je zo met je neus erbovenop zit, mocht het dus of niet goed kan zien, zeg maar, dan wordt het dus wat moeilijker. Dan had ik hier volgens mij ook wat kleine mini splitpennetjes liggen. Dus die ga ik gewoon eventjes pakken. Die heb je van verschillende merken. Ik heb hier nu van Nelly Snelle er eentje gepakt van die splitpennetjes. Maar nogmaals, het werkt echt hoor met het papier. Want ik heb het echt ook al meerdere keren op die manier gedaan. Maar goed, zo gaat het sneller en makkelijker. Zo, en dan ga ik dus vanuit de achterkant dat pinnetje naar voren toe halen. Zien jullie? En deze gaat er dan weer bovenop. Kom op. En dan gaan we hem zo doen. En dan zie je dat deze best wel lange pinnetjes heeft. Die steekt eigenlijk iets uit. Anders had je gewoon zo'n klein cirkeltje gewoon met dat papier erop kunnen plakken. Nu heb je een iets grotere cirkel nodig. En nou ben ik niet voor één gat te hangen. Kijk, ik heb gewoon dat cirkeltje. Heb ik ook nog. Dus die kun je zo ook eroverheen maken. Nou, wat ik dan nog ideaal vind, is als ik hem dicht plak, ga ik hier twee stukjes foam op plakken. Nou, ik laat dit extra bewust eventjes nu zo, zodat ik dit straks, zodat ik dit straks nog kan pimpen, zeg maar. Dus als ik het dan op een kaartje wil maken, ga ik het dan verder pimpen. Nou, hier in dit hoekje en in dit hoekje doe ik een stukje foam. En dan kan die dicht. En dan heb je gewoon een super, super, super leuk mini kaartje. Of je kunt hem dus verwerken op een grotere kaart. Nou, dat was één boogje. We gaan natuurlijk nog eentje doen, maar dan met twee boogjes. Dus die spulletjes heb ik hier ook al klaar liggen. En ik heb deze keer gekozen voor een beetje een bruinige. En dat is een beetje een panterprintje. En die vind ik ook zo leuk. Ik ga het even erbij pakken hoor. Want ik heb daarvoor deze paperpadjes gebruikt. Time to Celebrate en Shades of Brown. Nou, als je twee boogjes wil doen, is eigenlijk best wel eenvoudig. Dan doe je dus eigenlijk hetzelfde wat we net hebben gedaan. Maar dan dus met twee boogjes. Dus, deze gaan we weer dubbel vouwen. Jullie weten het waarschijnlijk nog wel, hè? Dubbel vouwen. Dan gaan we hier een designpapiertje op plakken. En ik vind deze wel ook echt tof, deze combi van papier. Ik zie het al helemaal voor me dat we daar een leuke jungle kaartje van gaan maken. En dan gaan lekker gaan pimpen met de kraflapdiertjes en zo. Hartstikke leuk. Zo. Dan gaan we daar weer dat hapje uit maken wat ik net ook heb gedaan. Zo, even kijken. Hopsakee, die gaan we even stanzen.
Dus dubbel gevouwen, hè? Dus niet enkel, maar dubbel. Want dan komen uit allebei die lagen komen dat hapje. Oeh, en ik heb echt dadelijk nog iets heel leuks wat ik jullie met jullie wil gaan doen. Want ik heb het nog niet gedaan. Maar ik denk dat het gaat. Ik denk dat dat heel erg leuk is. Dus dan kan je het nog op een andere manier gebruiken. Oh, eventjes mijn dopje op de lijm doen. Dan heb ik weer deze onderdelen natuurlijk allemaal klaar liggen. Ik heb weer deze schijven. Nou, daar kun je dus weer je tekst ook op stempelen. Ik vraag me af, zullen we dat doen of zullen we hem even gewoon zo laten? Ik denk, eigenlijk vind ik het op zich wel leuk als we dan allebei die bogen gaan doen. En we doen deze tekst en dan die hartjes er eens eventjes bij. Zullen we dat eens doen? Je kunt natuurlijk ook, als je denkt van nou, ik kan dat wel uit mijn hand stempelen, mag je dat natuurlijk ook doen. Ik vind dat best wel lastig, dus ik gebruik dan wel het liefste het blokje erbij, dat ik een beetje nog kan positioneren. Zo, leg ik hem weer op de kop erop. En dan gaan we hem zo meteen erop stempelen. Kijk, zo kan je hem tenminste nog een beetje positioneren. Als je dit zeg maar echt met je clearblok erop stempelt, vind ik het nog moeilijker. Dan is dat echt bijna niet te doen. Zo. Ah, dus iedere keer, hè. Dan verplaatst hij zich stiekem. Zien jullie dat? Nou, ik ga hem gewoon zo proberen te stempelen. Mijn eentje ligt toevallig hier onder mijn dekseltje. Zo, mijn stempelafdruk erop. Ik hoop dat hij hem goed gepakt heeft. Yes, supergoed. Even kijken dat jullie het ook... Ja, kijk, zo zien jullie het beter als ik een lichte hand erachter hou. Oké, en dan, hopsakee, dan gaan we voor die hartjes. En dan ga ik jullie ook laten zien hoe je dat kan doen, want het is natuurlijk een halve cirkel. En dan stempel je die gewoon twee keer erop. Dus één keer leg ik hem aan de ene kant. Zo, en deze komt er een stempeltje uit. Ja. Deze ga ik erop stempelen. En dan ga ik hem zo meteen vanuit de andere kant nog een keertje stempelen. Het is altijd net wel leuk als je even kan zien hoe dat werkt, hè? Kom op, ga eraf. Was het niet met mij eens, zagen jullie dat? Zo. En dan ga ik ook vanuit de andere kant. Ga ik dit stempelen. Dus vanuit deze kant. Zo. Dus dan heb ik hem er tegen aangelegd, hè, tegen die andere aan. Zodat je een mooi complete cirkel krijgt. Zoals dit hier. Kijk. Leuk, hè? En dan kan je dus ook met die vlindertjes op deze manier doen. Dan zou je die hartjes bijvoorbeeld nog allemaal in kunnen kleuren. Hè? Dat het allemaal andere kleuren hartjes krijgt als je dat leuk vindt. Dus dan kan je dus zelf bepalen hoe je dat wil hebben. Stempelhulpje gaat weer eventjes opzij. Zo. En dan gaan we deze ook afmaken. Deze cirkels kunnen wel vast op mijn wiel geplakt worden. En dan moet ik dadelijk die boogjes, die twee, dan nog uithalen. En dan gaan we gewoon die hele boog voordoen die je bovenin ziet. Oh, dus wat ik dadelijk... Moet ik nog iets leuks vertellen over die bogen? Kijk nou. Dit is zo leuk. Hier kun je dus ook nog eventueel op een... Ja, dat hoeft niet in deze hoor. Maar dan kun je op een ander kaartje of zo doen. Of voor de leuk kun je hier ook nog een klein boogje bij zetten. Of je kunt gewoon apart een regenboogje ervan maken. Dus dat is ook nog wel erg leuk. Dus die zit er nog als extraatje bij. Zo, die kleine boog gaan we er ook nog bij plakken. Ja, helemaal leuk.
Nou, zullen we nog een keertje proberen dadelijk ook of met die papieren paperclip. Want ik weet zeker dat dat kan. Want ik heb hem dus al echt heel vaak gemaakt. En toen is het iedere keer gelukt met dat peperdingetje. Kijk, dat boogje. Deze vind ik nog makkelijker. Hè, omdat dat vierkant zeg maar eraan zit. Kun je goed zien waar die moet zitten. En dan doen we die kleinere boog erin. Even kijken dat die ook een beetje recht zit. En dan plak ik dit vast even vast. Zodat het niet meer gaat verschuiven. Zo. Dat zit op zijn plek. En dan moeten we natuurlijk dat gaatje nog eruit halen. En dat kan nog door deze precies zo erin te plaatsen. En dan zie je ook dat je veel makkelijker het midden van je stans kunt vinden eigenlijk. Dus op deze manier kun je eigenlijk het beste positioneren. Dus ook als je deze gewoon los plaatst. Eigenlijk het beste deze er even omzetten. Dan heb je grotere kans dat je het midden goed vindt. Dus dit gaan we even met z'n allen stansen. En zorg dan ook dat je papiertje opengevouwen is. Hè? Dus niet dat het dubbel ligt. Want dan krijg je dus die boogjes allemaal eruit. Dat willen we natuurlijk niet. Zo. Deze kun je weer terug hierop. En deze ook. Oeh, deze wordt echt wel heel tof, denk ik hoor. Deze kan weer hier in het midden zo. Boogjes. Nou, hier moeten we nog eventjes dat gaatje eruit halen, want die zit er nog in. Zo. Nou, en dan gaan we deze dus dadelijk hier achter maken. Oeh, kijk nou. Jij, superleuk. Dus, ik ga nog een keertje met die ding prutsen, want ik vind gewoon dat dat moet lukken. Even kijken. Oh, andersom. Andersom. Ik wil de mooie kant naar voren. En dit moet gewoon zeker weten lukken. Zo, buig ik hem eventjes zo een beetje naar elkaar toe. En dan gaat hij straks uit elkaar. Maar hier gaat hij eerst doorheen. Ja. Hier heb ik hem dus al doorheen geduwd nu. Hè? Die pinnetjes zitten nu hier. Zien jullie dat uitsteken daar zo? Dus die zit er doorheen. Dan gaat hij hier doorheen. Ja, nu heb ik hem beter naar elkaar gebogen. En dan kan je hem dus beter ook oppakken, wou ik zeggen. Het is een beetje, ja, het is ook gewoon voor de camera is het gewoon best wel veel lastiger om zoiets te doen dan als je gewoon lekker zelf zit te hobbyen. Nou, deze iedere keer zit ik bij dit stukje een beetje te prutsen nu, hè. Ik kan het niet goed zien zo zelf. Dat is een beetje jammer. Ja, daar komen ze aan. Kijk, door dat laagje is die ook heen. En dan ga je hem door dit laagje heen halen. En dan ga je die andere ga je daar dadelijk bovenop plakken. Dus dan zit hij eigenlijk gewoon helemaal in elkaar zoals die ook bedoeld is. Nou, ik leg hem even neer. Dat is makkelijker eigenlijk, hè. Maar ik denk, dan kunnen jullie het niet goed zien. En ik zelf kan er ook niet goed boven hangen zo. Maar zo kan je hem wel goed pakken met je pincetje. Zo, duwen we hem eroverheen. Ja, ik heb hier twee pinnetjes. En geniaal toch gewoon dat je er gewoon van je papier kan maken. Dus dat je niet altijd per se een splitpennetje in huis moet hebben om deze mal te kunnen gebruiken. Dat vind ik echt geniaal bedacht. Zo, dan gaan we hier. Nou, ik ga dit even close-up laten zien. Die twee pinnetjes heb ik dus eromheen gebogen. Uit elkaar gebogen nu. Daar doe ik wat lijm op. En daar komt dat andere rondje dus bovenop te zitten. Dus deze heb ik uit elkaar gedrukt. Daar doe ik een klein beetje lijm op. Niet te veel. En daarop
ga ik dat andere bolletje plaatsen. Dus die plakt vast aan die pinnetjes als het ware. Yeah! En dan kan die dus superleuk kan die draaien. Oh, dan moet ik even aan de bovenkant doen, hè, zo. En dan kan die dus heel leuk draaien, zo. Even kijken dat jullie de tekst zo kunnen jullie de tekst ook goed zien. Leuk, hè? En dan kun je hem dus vastplakken met een foamtapeje. Ik zal het eventjes doen. Die zag je net wel zo mooi, maar het is leuker als je het echt kan zien, hè? Kijk, met een foamtapeje plakken we hem hier zo in die hoekjes. Want ik doe dat extra met een foamtapeje. Als je dit met lijm gaat doen, dan zit het wat strakker opgesloten en dan draait hij wat moeilijker. Als je dit hier een beetje ruimte geeft, dan sluit hij gewoon netjes. En dan kan je ook gewoon netjes en goed eraan draaien, want dan komt dat gewoon helemaal goed. Yeah! Nou, ik zie hem dus al voor me met jungle thema, dus die gaan we zeker maken. Wat ik jullie nog één ideetje met jullie samen wil gaan proberen, want ik zei het al, ik heb het nog niet uitgewerkt, maar ik denk dat dat helemaal goed komt. En daar heb ik nog iets voor erbij gepakt, namelijk deze, die Tickets and Blades van Sweet... wat zeg je nou dan? Tickets and Labels moet ik zeggen. Tickets and Labels van Sweet Stories. Deze mal heeft dus nummertje SLSSCD685. En hier zitten dus hele leuke boogjes in. Maar je kunt daar ook variaties van maken. Dus dat is ook onwijs leuk. En ik heb hiervoor gekozen om met dat hartje een variatie te maken. Nou, in dit setje zit ook een superleuk sterretje en een bannertje. Daar kan je hetzelfde denk ik ook gewoon mee doen. We gaan nu het hartje gebruiken in deze video. Maar ja, leef je lekker uit zou ik zeggen. Dus dit hartje gebruiken we. Maar deze zou je ook kunnen gebruiken. Of hier deze label bijvoorbeeld. Sowieso is die super leuk. Maar die drie dingen kan je sowieso gebruiken ook wel om dit te maken. Nou, ik heb gewoon als basis eigenlijk een beetje hetzelfde gedaan als wat ik net ook had. En hier ga ik weer die vouw maken. Ik ga hier een... hoe heet het? Dit designpapiertje erop plakken. Die komt ook weer uit het paperpadje wat ik zojuist in het begin van deze video heb gebruikt. En ik heb hier als basispapier de Shades of Pink bijgepakt. Dus de roze papiertjes. Zo. Ga je deze erop plakken weer. Dus eigenlijk de basis is gewoon hetzelfde als wat we net ook hebben gedaan. Maar dan gaan we er een hele leuke uitbreiding op maken. Dus ook weer dat hapje doe ik weer op dezelfde manier. Ik dacht net, zou ik dat van tevoren al allemaal even klaarleggen? Toen dacht ik, nee, ik ga het gewoon lekker samen stap voor stap met jullie doen. Dan zien jullie ook precies hoe ik het doe. Dus, oh, deze zit erop eventjes. Die gaan we weer even stansen, hè, dat hapje eruit. Waar ik dadelijk makkelijker kan draaien. Zo. Oh, hij gaat over de grond. Even wachten. We moeten hem even zoeken. Gevangen. Kijk, en dan die hapjes die kunnen weer weg. En dan... Hopskee. Dan gaan we hier weer in het midden... Gaan we een gaatje maken. Nou, en we zagen net hoe dat eigenlijk makkelijker gaat. Hè? Want in het begin, bij de eerste was ik daarmee aan het prutsen. Maar toen dacht ik, oh nee, dan moet eigenlijk kun je dat best zo doen. Dus ik wil nu eigenlijk alleen dat stukje voor het midden gebruiken. En dan kun je het beste doen door dit allebei even op de goede plek te positioneren. En dan doen we dadelijk alleen voor dat middelste gaatje, zetten we het cirkeltje vast. Dan zit hij ook gewoon echt serieus gewoon op de goede plek. Dus het beste... Ook al gebruik je andere boogjes en zo, kun je deze zo op deze manier het beste positioneren. Dus die zit nu goed. Plakken we hem vast. En de rest stansen we niet. Hè? Alleen dat gaatje hier in het midden. Oh, trouwens, grapje. Haha. Ja, van deze stans stansen we niet meer, maar wel iets anders nog. Namelijk ons hartje wat we willen gaan gebruiken. Deze. Kijk,
Want die wilde ik hierboven. Maar nou moet ik dat in twee keer doen. Dus we gaan eerst even dat gaatje stansen. Zorg dat je je papiertje weer openvouwt. Hè? Dus niet dat die dubbel ligt. Want hier moet je alleen dus dat gaatje in het midden nu. Deze gaat meteen weer even terug op mijn standje. En dan prikken we deze dan weer eventjes zo eruit. En dan gaan we dat hartje... gaan we hier leggen, bovenaan. Want ik vind dat wel leuk als die daar gewoon zo komt. Kijk, plakken we tapeje erop. En dan gaan we dit door mijn stansmachine halen. Dus dan stans die dat hartje eruit in plaats van het boogje. Dus op deze manier... heeft hij dus dat hartje eruit gehaald. En dan gaan we dadelijk aan de binnenkant. Ga ik dit eerst even in elkaar plakken. Want ik denk dat dat makkelijker is. Gaan we dat gewoon weer met dit dingetje ook doen. Met dat peperdingetje. Dus die dingetjes die buigen we eerst even naar elkaar toe. Dat die echt goed tegen elkaar aankomt te zitten. En dan gaan we hem door dat wieltje eerst heen halen. En dan gaan we dadelijk oplossen hoor, dat die hartjes ook nog wel opkomen. Maar op deze manier weet je dadelijk zeker dat dat op de goede plek komt te zitten. Dus vandaar dat ik ervoor kies om het zo eventjes te doen. Dus het pinnetje. Nogmaals, hè, als je denkt, nou, dat vind ik echt te pieterpeuterig. Pak gewoon een splitpennetje, want dat kan ook gewoon helemaal prima. Dit is gewoon een papieren splitpen. En ik wil jullie gewoon laten zien dat het prima gaat. Maar mocht je dat te pieterpeuterig vinden, pak gewoon een splitpennetje. En doe je het gewoon daarmee. Even kijken, ik moet even een beetje bij elkaar gebogen. Soms zou je zeggen, plak hem even vast. Hè? Maar dan moet ik hem dadelijk nog uit elkaar kunnen. Dus als je hem vastplakt, is dat gewoon niet handig. Zo, en dan halen we hem hier weer doorheen. Even kijken dat ik ze allebei heb. Ja, heb ik. Kijk, het wordt steeds eenvoudiger, hè? Hoe vaker je het doet. Achter elkaar, des te makkelijker het wordt. Deze gaat er ook nog omheen. Zo. En dan buigen we ze weer open. Dus die pinnetjes buig je naar boven... of ja, naar de zijkant of naar boven en naar beneden, net hoe ze zitten. Zo. En dan gaan we daarop plakken we dat andere cirkeltje. Dat die mooi is afgewerkt weer, hè. Nou, dan zien jullie dus. Het werkt perfect. Het is alleen even kwestie van wat geduld hebben. Zo. Deze zit er netjes op. Dus dit is netjes afgewerkt. Nou, dan kan je ook nog een leuk hartje in stempelen of zo als je het leuk vindt. Hè? Nou, wat we dan gaan doen. Ik ga hier wat lijm opdoen. En dan ga ik gewoon die hartjes die ik hieruit heb gestanst. Die heb ik ook uit ditzelfde kleurtje gestanst. Dus dan kan ik hem weer hier inleggen. Goed vastplakken. En dan kan ik hem gaan draaien. En nou, als het goed is, kun je 4 hartjes op zo'n schijfje plakken. En daar kan je dadelijk weer lekker boodschapjes op stempelen. Dus dan kun je dus, in plaats van met die boogjes, kun je dus met die hartjes draaien. En dan krijg je steeds een andere hartjesboodschap. Dus je kunt die hartjes ook nog in verschillende kleuren doen als je het leuk vindt. Of lekker met inkt bewerken. Ik ga nog een keertje draaien. En dan, als het goed is, passen er 4 hartjes op dit schijfje. Zo. En dan gaan we dus nog een keertje draaien. Dan gaan we ook nog een keertje lijm doen. En dan gaan we ons laatste hartje hierop plakken. En op deze manier weet je dus zeker dat ze ook op de goede plek zitten. Dus dat is ook wel heel tof.
Dus dan kan je niet de mist ingaan, zeg maar. En dan kun je dus ook met dat sterretje doen. Of met die banner. Of misschien heb je wel andere leuke van die kleine vuurtjes. Een cirkeltje of net wat je wil. Kijk. En dan ga ik eerst even boodschapjes erop stempelen. En dan pas ga ik hem weer dicht plakken. Nou, ik weet dat we van Sweet Stories hebben we bijvoorbeeld dat leuke nieuwe stempelsetje. Deze, hè. Dus daar wilde ik eigenlijk ook wat van op stempelen. Dus bijvoorbeeld yeah en have fun. Dus kijk, die woordjes die passen dan precies in je hartje. Dus zoek even tussen je stempeltjes en heb je vast wat leuke dingetjes die daarbij passen. Ik zoek even mijn acrylblokje. Want deze kleine stempeltjes die doe ik gewoon altijd met mijn acrylblokje. En ik gebruik dan dus die zwarte inkt van Studio Lights. Even kijken dat ik hem open moet, maar goed openmaak wou ik zeggen, want ja. Dus de tekst yeah ga ik hierop doen. En dan kun je dus zelf kiezen welke tekst. En die hoeven dus ook niet in een boogje te lopen, want ik heb nu dat hartje gebruikt. Dus daardoor heb je echt wel super veel meer mogelijkheden. Dus gebruik lekker al je stempeltjes en zo die je hebt. Kun je daar dus lekker bij je gebruiken. Yeah, en dan have fun. Nou, dat past niet in de breedte naast elkaar. Maar als je dus een stukje afplakt daarvan, hè, dan kun je hem dus onder elkaar stempelen. En dan past die als het goed is wel. Gaan we even proberen. Nou, als je twijfelt of iets past, kun je ook eerst op de hartjes stempelen. En ze dan pas erin plakken in je creatie. Dus doe dat gewoon lekker zoals je dat zelf gewoon prettig vindt. Dus ik ga hier het woordje fun ga ik even afplakken. Doe ik alleen hef. Deze ga ik wel even verder draaien. Naar mijn volgende hartje. Doe ik alleen eventjes alleen hef. En dan doe ik zo meteen het woordje fun. Dus hier het tapeje afhalen. Die gaat weg. En dan hef fun wil ik dus onder elkaar. Dan doe ik wat verder naar boven zo. Eerst goed schoonmaken en dan kan ik mijn tweede deel gaan beinkten. En als je dat doet, hè, maak dan ook je stempel eventjes droog. Want anders krijg je nog een beetje een afdruk op je kaartje. Nou, dat wil je natuurlijk niet, want ik wil nu echt alleen het woordje fun. Dus dan plak ik have af. Doe ik mijn inkt op het woordje fun. Plakkertje verwijderen. Oh, niet mijn hele stempel. Alleen het plakkertje. Even kijken. Zo. En dan kun je het woordje fun. Kun je dus daaronder stempelen. Kijk, en dan heb je dus have fun. Superleuk. Nou. Ik weet nog niet welke mijn vierde tekstje gaat worden, maar wel welke mijn derde gaat worden. Want die heb ik hier even erbij gepakt uit een craftlab setje. En dat is deze. Die heet Unicorns en Glitter. En die heeft als nummertje CCL MFR Stamp 220. En hier zitten ook allemaal leuke tekstjes op. En ik bedoel hier... Wishing you a magical day. Nou, die vind ik ook wel bij dat nieuwe Sweet Stories thema passen. En als het goed is, past dat precies. Hoop ik. Dus die gaan we daar ook op stempelen. Op dat hartje. Nou, denk ik dat er misschien een klein stukje op mijn... hoe heet het? Op mijn kaartje komt. Dus ik doe hier van die magical... Doe ik heel even puntje inktdoek eraf. En van die L ook. Want ik denk dat hij net anders iets op mijn kaartje komt. En zo denk ik dat hij net moet lukken. Even goed positioneren. Ik ga het gewoon proberen. Als het mislukt, dan hebben we pech. Ja, kijk. Wishing you a magical day. Dus ik heb zo drie hartjes... Heb ik bestempeld met een verschillende tekst. En deze moet nog. Of gewoon Karel kan ook. Dus
Dit kun je dus ook zo op deze manier gewoon super, super, super leuk gebruiken. Dus ben ook lekker creatiever mee. Maar zo heb je dus veel meer mogelijkheden met je rotation wheel. Dus dat is echt super leuk als je het mij vraagt. Nou, hier doen we ook weer even wat foompjes dan erbij, hè. Zodat die ook goed kan blijven draaien. Dus weer van die zo'n 1 mm foamtapeje of zo. Plak je weer gewoon twee stukjes. Zodat het mapje dicht zit. En dan kun je dit dus ook weer heel leuk ook weer op een grotere kaart verwerken. Mocht je dat willen. Dus dat kun je lekker zelf bekijken. Of je doet hem gewoon zo leuk bij een cadeautje of zo. Hè? Net wat je leuk vindt. Zo. Kijk, deze draai ik even hier naar dat hartje zo. Kijk nou. Yay! Dus, je kunt één boogje doen. Je kunt twee boogjes doen. Of je maakt er een ander figuurtje van. En dat kan allemaal met die toffe rotation wheel. Ik hoop dat jullie de video weer leuk vonden. En ik ben natuurlijk heel benieuwd naar jullie uitvoeringen met deze stans- en stempelset. En vooral tag me even in je creatie, hè, want ik vind het hartstikke leuk om te zien. Dank jullie wel weer voor het kijken en tot de volgende video zou ik zeggen. Doei doei!